Ja, die zat dus daar achter, waar deze heen vlucht. Zo. Nou, dan gaan we aan het werk. Ja. Ja, ik kan niet. Uilen zijn altijd lastige dieren om te ringen, omdat ze al die pluizen aan de poort hebben. Ja. Er blijft niet veel van over als ze nat zijn. Ja. En vorig jaar was een vrouwtje, wat was het? 2200 gram geloof ik. €1,390, 1815 gram. Precies, deze is. Gewicht en deze vleugel, daarmee kan ik leeftijd en het geslacht, meestal moet ik dan zeggen, bepalen. Vleugelmaat is 279. Je kunt ook voor de mensen die er geen verstand van hebben, er werken natuurlijk allemaal mensen hier die er verstand van hebben. Maar de vleugels en de veren van een uil, die hebben aan de randen, zijn die heel erg zacht. Daar lopen ze als het ware een beetje uit elkaar. En die verzachting aan de rand van de veren, die zorgt ervoor dat de wind, op het moment dat een uil vliegt, geen geluid kan maken. Wat je dus wel bij zwanen hoort, bijvoorbeeld dat fluiten, dat zul je nooit bij een uil horen. Want dan verraadt hij natuurlijk dat hij eraan komt als hij een rat wil pakken. Of in dit geval houtduiven, ratten en mandarijneenden. Handpen 8, helemaal onderaan, dik gedrukt. 8? Ja, is 100, dat 150. Kun je heel mooi zien hier, die zachte rand. Zo. Deze zijn 5, 6 weken oud, met 9 weken. Ja, dat is mooi. Ja, maar ik weet niet of deze veel kleiner zijn dan voor. Nee, dat valt mij alleszins mee. Ja, wel iets. Het valt alleszins mee dat ze veel kleiner zijn. Ik zal eens kijken. Ja, maar de vorige keer waren we wel een paar weken later hoor. Ja, toen waren ze wel flink groter. Ja, die gegevens die Geo nu verzamelt, is wel leuk ook voor de informatie voor de krant, denk ik. Hoe oud ze zijn, wanneer ze geboren zijn, is best leuk. 40. Precies, en een beetje ouder en een beetje ouder. Zes weken oud. Ja. Ja, met 4 weken dan vliegen ze. Dus rond 8 april, om en bij 8 april zijn ze uit het ei gekomen. Ja. Conditie is goed, gewichten zijn goed. Ze moeten toch ook regelmatig op die rots, op die rand hier, of bij het aanvliegen schuiten. Hij is wel gek als hij dat deed, ja, die draait. Die komt jongen maar niet te halen. Mooi, hè?